Mírala. Le voy a ver. Reageren, zoals je hier ziet in een kniepeesreflex. Reageren, zo heet de 4.4 Biocast. En hoe gaat het nou eigenlijk dat je iets bewust wordt? Er komt een prikkel aan, bijvoorbeeld koud water, en die gaat via, en die wordt in het zintuig, wordt die omgezet in een impuls. En die impuls gaat via een gevoelszenuw naar je centrale zenuwstelsel. Daar wordt de impuls overgegeven van een gevuld gevoelszenuwcel naar een schakelzenuwcel. En die impuls die dan ontstaat gaat via die schakelzenuwcel naar je hersenen en dan pas ben je bewust dat je iets voelde. Je staat onder de douche en je voelt dat het water iets te koud is. Dat koude water komt bij je zintuig. Het zintuig zet hem om. In een impuls hadden we net gezien en die gaat via je gevoelszenuw naar je centrale zenuwstelsel, dus naar je ruggenmerg. Daar wordt de impuls doorgegeven aan een schakelzenuwcel en via die schakelzenuw komt die bij je hersenen. Daar word je het bewust en neem je de beslissing om de warme kraan wat verder open te draaien. Via verschillende schakelzenuwcellen wordt er een impuls gemaakt en die gaat weer via het ruggenmerg naar beneden en die komt bij een bewegingszenuwcel. En die bewegingszenuwcel die geeft een impuls door aan je spier en de spier trekt samen en zorgt ervoor dat de kraan verder opengedraaid wordt. Dat duurt een aardige poos voordat die kraan dan verder is opengedraaid. Dat is niet zo erg als je het water iets te koud hebt staan. Maar als je onder de douche stapt en het water blijkt kokend heet te zijn, dan moet er snel actie genomen worden. En dan krijg je een reflex. Een reflex gaat niet eerst naar je hersenen, maar gaat direct via je ruggenmerg naar een bewegingszenuw. Zoals hier. Het water is gloeiend heet. Je zenuw maakt er een impuls van. Die impuls gaat via de gevoelszenuw, via een schakelzenuw. En dan komt die terecht in een bewegingszenuwcel en die bewegingszenuwcel geleidt de impuls naar de spier en nog voor het bericht bij de hersenen is, heb je actie ondernomen. Zo ook bij wat je in het filmpje zag, een kniepeesreflex. Als je namelijk hier op de pees van je strekspier van je been, van je dijbeen slaat, dan rekt die pees wat uit. En dan krijgt je been het gevoel alsof dat die wat uitgerekt wordt, die spier, of je zou gaan vallen. Dus er gaat onmiddellijk een impuls naar je ruggenmerg. En via een schakelcel komt die terecht bij de spier en die trekt samen. En daardoor gaat je voet omhoog. Natuurlijk moet de antagonist, de andere spier, ontspannen. Dus daar gaat ook een impulsje naartoe. Om de buikspier te ontspannen, terwijl je de strekspier aantrekt. De kniepeesreflex. Dat was hem alweer. De 4.4 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.